half 7. En ik ga nu naar Amsterdam. Wat ik daar ga doen? Een VEBO rondleiding. Weet ik veel. Paul van Model Workout zal het wel weer bedacht hebben. En dat is ook de reden dat ik erheen ga. Want het is altijd super gezellig en super leuk. We will see. Let's go. Is voor iedereen duidelijk. De Amsterdamse ferry vertelt ons alles over de VEBO, van het begin tot het eind. Hoeveel medewerkers het heeft, hoe ze met de hygiëne omgaan en natuurlijk waar het vlees vandaan komt en hoe al het vlees bewerkt wordt. Want hoe zit dat nou eigenlijk bij de VEBO? Ruikt naar aardappelpuree. Er wordt geen buitenlands of afvalvlees gebruikt om deze producten te maken. Dus ik ben eigenlijk al heel erg opgelucht. En wat ik ook heel erg leuk vind om te zien, hoe super blij sommige mensen met hun baan bij de VEBO zijn. Bij de VEBO fabriek. Echt veel beter eigenlijk dan dat ik had verwacht. Afvalvlees hebben ze dus eigenlijk helemaal niet. Of in ieder geval worden daar de frikandellen niet van gemaakt. En dat is wel een hele erge opluchting. Dus ik heb eigenlijk wel zin gekregen in een kroket of een frikandel. Want blijkbaar zijn ze een stuk beter. Nou, ik ben nu onderweg naar Tweemoor. Want hier gaan we nog even een fotoshoot hebben, geloof ik. Dus ik hoop dat er wat te eten is. Ook al is het pas 1 uur, het voelt alsof ik al een hele dag op heb zitten. En volgeladen met goodiebags. Tada! Nu lekker naar huis! Deze is wel dik. Kalkoenenvlees met zilvervliesrijs. Ja, dat is het. Eet smakelijk, Jultje.